Hey kijkers van Dus David Kraft, welkom bij een nieuwe Mindtopia video. Ik hoop dat jullie heel erg veel zin in hebben. De vorige keer tijdens twee heel erg spannende afleveringen hebben we Elias gepakt. Die zit momenteel in Cuba en die heeft zijn mondje voorbij gepraat. Ik weet niet of ik het verhoor mag filmen, eerlijk gezegd. Ik wil dat best wel doen. Als jullie meer van Elias in Cuba willen zien, in Guantanamo Bay, de geheime server zeg maar, waar jullie allemaal niet op kunnen tenzij je opgepakt wordt, dan laat het even weten. Dan ga je dat binnenkort zien. Dan zul je ook zien wat Lacratus daar allemaal aan het doen is en vooral met wie. Ding is wel, ik wil daar niet al te veel van filmen, want het moet natuurlijk ook een beetje een geheimpje blijven. Een van de dingen wat Elias heeft gedaan, is hij heeft een aantal namen genoemd. Het is helaas, omdat Elias zelf ook niet te vertrouwen is, kunnen wij niet direct die mensen oppakken. Dus we moeten zelf een beetje buiten de wet treden. En vandaag gaan we inbreken. Inbreken bij Duffy in dit geval. Nou, hoe dat allemaal precies zit. Ik ben de CIA. Ik heb een CIA-loper. Ik kan hiermee inderdaad deuren binnen. Ik zal het je laten zien. En natuurlijk weten jullie, zijn nog niet dom. Jullie weten, kijk hier. Hoppakee. Jullie weten dat ik natuurlijk de permissies heb. Maar bijvoorbeeld een recherche, die heeft ook gewoon de permissies om deuren te kunnen openen. Dus die zou het ook kunnen. Ik als CIA-director ook. En we gaan op zoek bij Duffy naar bewijs. Hij heeft een hele mooie villa. We kijken of hij online is. Hij is niet online. En dit is trouwens een stukje wat voor mij helemaal gesloopt gaat worden hier. Dus dat komt mooi uit. Oeh, het ziet er ook echt best wel allemaal oud en kapot uit. Ja, hoppakee. Mooi. Dus hier is als goed als geen enkele speler. Hou doen deze even gauw uit onze hand. En we moeten naar zijn villaatje toe. Waarom daar? Nou ja, volgens mij omdat hij nog een fabriek heeft in de Kaap. Het is logisch dat daar wapens zouden liggen. Hij heeft nog eens een keer een verkooppunt in downtown. Dat vind ik minder logisch. Maar het zou te logisch zijn voor Duffy. Dit gaan we ook even checken hier. Het zou te logisch zijn voor Duff als hij zijn wapens in de Kaap doet. Dat is een beetje opvallend. Oké, daar gaan we dan. En de deur is open. Hé, mijn poezen zitten hier. Ik krijg nou wat. Oh! Anders gaan jullie lekker met mij mee. Kom maar. Lekker lopen zo meteen. Waar zijn hier kisten? Boven volgens mij alleen maar. Er zit gewoon iemand hier in de tuin. Lukt het? Oké, inbreken bij Duffy's tweede huis. Helemaal prima. Aha. Dat ging heel snel. Gaskeeper en... Aha. Dus hier heeft hij allemaal dingetjes zitten. Ik kan beter gelijk even gaan shiften. Want dit is voor mij allemaal politie. Maar even serieus. Mes, pistolen, knuppels. Kunnen we hem rechtstreeks op pakken? Moeten we wel snel zijn voordat hij het natuurlijk allemaal weer weghaalt. Zo, hier is niemand geweest. Nee. Totaal niet. En we gaan naar zijn villa toe. Kijken of we daar ook iets kunnen vinden. Want ik weet dat hij handlangers heeft. We hebben onder andere ook nog een gaskeeper. En Lyles dus. En een Rachteros of zo. Of Rachmirluminos. Ik weet het allemaal niet eens meer, joh. Ik ken al die namen niet uit mijn hoofd. Maar dat is dus bewijsstuk nummer 1. We gaan niks meenemen natuurlijk. Want waarom zouden we? Wij van de CIA, en dat moet jullie ook begrijpen, zijn er niet om alle wapens uit de game weg te kunnen halen. Dat kan ik ook, namelijk ook zo doen. En ze zijn allemaal weg. Natuurlijk weten we waar alles zou liggen als we dat zouden willen. Dat kunnen we gewoon opzoeken. Maar dat is niet leuk. Oké, hier zouden we dus moeten zijn. Zijn we gevolgd? Mijn poezen volgen mij. Oké, hier binnen dus. Oké. We gaan hier naar binnen. Eerst even eten. Nog meer eten. En nog meer eten. En als het goed is, werkt dit ook nog eens een keer. Nice. Oké, shiften. Want als er iemand thuis is, dan is dat wat kom je hier doen? En dan moet ik mezelf in een rechtszaal gaan verantwoorden. Daar heb ik helemaal geen zin in. Maar zo te zien is het hier redelijk leeg. Lijkt mij. Ja, we gaan zijn kistjes gewoon lekker bekijken. Dit huis, het eerste huis, want het andere, daar is hij bijna nooit. Ik kan heel makkelijk zeggen, oh joh, dit is gaskeeper gedaan. En dat wil ik niet. Zijn er nog geheime kisten hier buiten? Nee, helemaal niks. Oké. Wow. Nee, daar ging mijn loper. Hij heette de CIA-loper. Oké, ik denk dat we hier even moeten gaan kijken. Ik hoorde voetstapjes. Was het die poes of niet? Kist 1. Bier. David's flesje? Golden apples. Heeft hij David's flesje? Heeft hij die? Vitaminepillen. Heel veel gear. Oké. Kunnen we nog verder? Even kijken. Misschien via de andere kant. En hij had een kelder volgens mij. Daar moeten we ook nog even gaan kijken.
En nog snel ook, want als hij... Hij is niet online, mooi. Mijn god, wat is het hier leeg. Hi, Poes. Ja, dat moeten we ook niet hebben. Oké, we gaan gewoon die kelder in. En hij had die deur volgens mij op slot, zei hij. Maar niet met een loper. Let's go. Downtown Witte Huis. 8:05. Was toen die aanslag niet om 8:05? Hier maken we een fotootje van. Ja, oké. Okay. Wat heeft hij allemaal nog meer? Spullen Woodsprings. Een Duffy outfit. Cutraxia Greydale. Oké. Okay. Levers. Wat moet Duffy met levers in godsnaam? Huh. Oké. Okay. Ja, Poes, die volgen mij nog steeds. Jullie zijn goede hulpjes. Een deur. Oké. Okay. Een geheime gang onderdoor. Dit kan zijn huis al niet meer zijn, toch? What the freaking fuck? En nog een deur. Wat is dit en wat is hier gebeurd, joh? Wat is dit voor kleding? Avalanche en meteorite. Oké. Okay. Kunnen we hier naar beneden? Dat is de vraag. Nee, daar kom ik niet meer omhoog. Wat is hier gebeurd, joh? Lijkt wel een dikke bomexplosie of zo. Omhoog. Wacht even, we zitten toch in heel iemand anders huis? Dit is het huis van Dylan, van Gaskeeper. En niet van Duffy. Oké. Okay. Laten we eerst boven eens even gaan checken. Wat een moeilijke trap ook, trouwens. Super irritant. Zo. En we zijn boven. Ja, als ik shit zou opslaan, dan zou... Wow, wat is dit, joh? Change time. Man, ik krijg in één keer een melding van ik moet mijn computer herstarten. Dacht ik even niet. Wiet, maar ik wil ze niet op wiet pakken. Ik wil ze echt op die aanslag pakken als Elias gelijk heeft. En nog een pistool. En kogels. Ik schrik me heel het van die kogels. Oké, okay, heeft hij ook hier. Door het hele huis verspreid dus. Oké, okay, we gaan rustig naar beneden en kijken of er nog meer is. Maar dit is het huis van Dylan, dus die kunnen we nu ook al pakken. Hier zit Golden Apples. Bam! Diamond Boots. Een mes. Wapenknuppels. Een bijna kapotte Elytra kogels. Dit is een Elias banner, de Black Shield volgens mij. Oké okay dan, volgens mij poezen, kom er maar lekker uit. Hebben wij genoeg hiermee om binnenkort een onderzoek te starten en om hem in ieder geval even uit te nodigen. En aangezien we van de F5 zijn, en we waren natuurlijk eergisteren ook al op zijn stream, waren we aan het rondkijken daar. En mijn FBI heeft al foto's kunnen maken van alles, die weten hoe het eruit ziet. Oh, het is een bouwbedrijf. Oké, dan is het goed. Loop maar door, Ruben. Goed zo. Weten wij dus inmiddels dat er wel degelijk wapens zijn? En wil ik ze eigenlijk een beetje uit de tent lokken op die manier? Nu innemen, kunnen ze zeggen, oh ja, nee, maar er zijn niet zoveel mensen in dit huis. En de FBI, de CIA is het langs geweest. Die hebben het dan neergelegd. Dat willen we allemaal niet. Duffy in de val lokken, ja of nee, jongens? Zal ik dat doen? En dan laten we hem lekker in Cuba zitten. Laten we hem daar wegrotten. Dat lijkt me een super strak plan. Gewoon, doei Duffy. Lekker naar Cuba. Goed plan, toch? Of een deeltje met hem maken. Kan ook. Kunnen natuurlijk ook zeggen, Duffy, luister eens even. Als wij, als jij nou een aantal mensen erbij lapt, dan kan Elias nog meer celstraf krijgen. Want in principe, Duffy is wel een oude maat voor mij, weet je wel. Ik wil hem niet alleen maar kunnen naaien, maar als hij... Ik ben CIA en als hij met wapens rond gaat lopen, ja... dat mag niet officieel, Duffy. En dat moet hij ook wel beseffen, denk ik. Wat is dit? Kandidaten. Oké, okay, nice. Ik ga mijn poes even naar huis brengen. Ik zou heel graag willen dat jullie een like achterlaten op deze video en tegen mij vertellen... Dag agent. Hallo. Tegen mij gaan vertellen wat er gaat gebeuren met Duffy. Moeten wij die dus in de val gaan lokken en niet op Duffy's kanaal gaan vertellen, hè? Onder zijn Mytopia video's of stream. Dat zouden we echt niet chill vinden. Wat lol. En, hoppakee. Kom maar poezen. Terug naar jullie eigen huisje. Zo, lekker zitten. Op bed. Helemaal mooi. Dat is ook weer geregeld. Dus laat het maar weten. Wat gaan we met Duffy doen?
Gaan we die proberen op te pakken? Gaan we dealtjes met hem sluiten? Of is er nou wel even klaar met dat geschiet van Duffy de hele tijd? En moet hij gewoon maar eens een keer boeten voor zijn daden? Ik heb ook bijna vastgezeten. Als Duffy geld heeft en een goede advocaat, komt hij er wel weer uit. Als hij onschuldig is, dan is er toch niks aan de hand. Maar we hebben hier wetten, jongens. En daar hoor je naar te luisteren. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat die like maar even achter. Nogmaals, lopertje voor de deur gehad. Niks meegenomen, niks gejat van Duffy. En hij had ook alle mogelijkheid om bij te zien, want ik zit niet in Venice voor alle duidelijkheid. Bedankt voor het kijken, jongens. En tot de volgende keer. Later.